Hoi, leuk dat jullie vandaag weer kijken. Ik heb vandaag een heleboel leuke dingen geshopt voor de herfst en de winter. En dan ga ik in deze shoplog aan jullie laten zien. Ik begin allemaal bij Running Today. Daar heb ik wat fitnesskleding geshopt in de sale. En dat is voor mij in mijn koop, want we fitnessen bijna wel elke dag bijna. En daar heb ik een aantal t-shirts en broekjes voor mij voor gehaald. Dit t-shirt is maar 45 euro normaal van Nike Dryfit. En die is nu 10 euro. Dat is een koopje. Voor mezelf heb ik ook een Dryfit shirtje gekocht. En natuurlijk in het roze. Bijpassend bij mijn roze Nike's. En deze was ook 10 euro. En die was normaal gesproken ook 45 euro. En een Saucony t-shirt. Grijs. En deze kost normaal gesproken 40 euro. Die was ook allemaal voor 10 euro afgeprijsd. En een korte broek van Nike. Dryfit, helemaal in het zwart. Dit is van Running Today. En daarnaast ben ik nog bij de H&M geweest. Daar heb ik een jurkje gekocht. Bij de H&M heb ik dit jurkje gekocht en hij was maar 29,99 euro. Een leuk bloemenjurkje met achter zo'n rits. En bij de Mango heb ik wat geshopt. Deze bordeauxrode tas. Dat is een klein tasje. Ik vind deze kleur heel leuk voor de herfst. Je kan hem op je schouder dragen of je kan hem gewoon bij deze handvaten dragen. Leuk klein tasje met twee ritjes. En hier kun je ook wat in doen. Dit is dus voor 25,99 euro. Nou, dit blouse heb ik ook gekocht. En deze kost 29,99 euro. 30 euro. Mooi witte blouse. Hartstikke chic. En nog een zwarte tas. Deze was 54,99. Ik vond hem heel chic overkomen en hij is lekker groot. Hier midden een grote rit en twee grote vakken waar je veel spullen in kwijt kan. Deze tas van Mango dus. En daarna ben ik nog bij de Primark geweest. En daar heb ik weer een heleboel leuke goedkope dingen gekocht. Waaronder een witte blouse met een strikje. En deze was maar 15 euro. Een geruite rok, katoenen rok. Een beetje een tijrok en die kan mooi met die blouse. Deze was ook maar 14 euro. Is helemaal niet duur. En daarna een broek. Deze was maar 8 euro. Gewoon een stretch skinny jeans, een beetje donker, bruin-groenachtig. Nog een warme vest. Een beetje wollen vest. Deze was maar 19 euro. Nog bij de C&A geweest. Daar heb ik wat overhemden voor Michael gekocht. Mooie blauwe, beetje kobaltblauwe overhemd. En nog twee witte overhemden voor de basic. Nou, dit waren de dingen die ik heb geshopt. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vinden. En als jullie het leuk vinden, duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!